De analyse naar deze zeer enerverende pot, want dat mag ik wel zeggen. Dennis de Nooyer, trainer van Hoek. Ja, zeker voor de neutrale toeschouwer. Ja, eigenlijk een fantastische pot. Ja, maar dat is vaker bij ons. Hè. Als je ziet dat we weer... Ja, dit was wel de snelste tegengoal die we tegen hadden. Hè. Na 50 seconden. Ja, wat er mis ging, dat moet ik echt nog even terugkijken. En daarna was snel 2-0. Nou, we komen weer goed terug. En ik vond dat we de tweede helft heel goed begonnen. Het wordt dan 3-1. En uiteindelijk wordt het dan nog 3-2. En dan wordt het spannend. En toen had ik echt het idee dat wij naar de 3-3 zouden voetballen. Ja, dan maakte de laatste linie net een foutje. Ja, en dan straffen ze goed af. En ja, daar is het DVS wel heel sterk in. Het begint zo langzamerhand een specialiteit te worden. Binnen een pakweg een minuut scoren. Binnen wat? Binnen 30 seconden. Nou ja, zeker in ieder geval in thuiswedstrijden. Ik denk dat het belangrijk was dat wat we vorige week nalieten, goed zit op de tweede bal. Dat deden we nu wel. En daardoor komt die 1-0 dat Joran goed het duel wint en later nog een keer. Ja, en ik vind dan uiteindelijk, want Hoek speelde gewoon prima. We waren gelijkwaardig, vond ik, in het veld met de keuze die we maakten. Maar wij maken toevallig de doelpunten. Ja, en dan vind ik uiteindelijk Olivier nog een reuze kans volgens mij dat hij op de doellijn overschiet. Dat het 3-0 moet zijn. Ja, dan weet je, dan kan het klaar zijn. Aan de andere kant heb ik ook in de rust gezegd, ja, Hoek heeft de specialiteit. En dat is terugkomen in wedstrijden. Dus staat dat niet toe. Ja, en wat doen we? We moeten volgens mij weer Olivier in de tweede helft verschil maken. Hoek terug in de wedstrijd. En toen dacht ik echt van, dit gaat fout aflopen. En ja, gelukkig één van Hoek gaat in de fout. En we beslissen alsnog. Dan heb je Olivier Pilon. Maar dan heb je ook nog een Benjamin de Roumillon. Die werkelijk met zijn rustjes jullie verdediging helemaal knettergek maakte volgens mij. Vooral de eerste helft, ja. De tweede helft vond ik dat zij wat minder werden. Ik weet niet hoe dat kwam, maar ze werden wat minder gevaarlijk. Ze hadden natuurlijk nog een grote kans met Pilon. Volgens mij verslikt hij zich in de bal. Zoals wij de eerste helft ook een keer met Constantia ook nog een keer helemaal doorkwamen. En ook net die bal wegschoot. Ja, het veld was natuurlijk ook niet geweldig, hè? Want dat zag je wel eens dat er een bal ergens stoot. En die ging gelijk de andere kant op. Maar oké, het had 3-0 kunnen worden. Maar daarna namen wij wel het heft in handen. En dan is het gewoon jammer dat je hier 3-2 of wat uiteindelijk was dan 4-2 verlies. Door eigenlijk fouten van onszelf. Ze schieten de ballen wel makkelijk binnen, dat wisten we. Alleen ik vind dat we zeker de tweede helft, het spelbeeld was toch gelijkwaardig. En misschien wel iets naar onze kant toe. Ja, dan is het jammer dat we geen 3-3 maken, want daar zat ik echt op te wachten. Ik dacht echt het idee dat wij naar 3-3 gingen. Ja. En dan hebben zij wel de kwaliteit om een goal te maken. Ja, want er ontstaan dan ruimtes en die werden vaak goed benut. Maar net niet, het leverde net geen doelpunt op, waardoor het steeds ongelooflijk spannend bleef, Bert. Nou ja, en dus benutten we ze niet goed. Ik vond dat vooral in de eindpaas, die was regelmatig tekort of onzuiver. Maar ik moet wel zeggen, heel veel respect voor onze groep. Want we hadden wat jongens die de afgelopen tijd niet gespeeld hadden. Moesten er nu veel energie in steken. En tegen dit goede Hoek was het ook nodig. En ga eerst je duels maar eens winnen. En van daaruit kun je keuzes maken. Maar ook die jongens voorin hebben ongelooflijk veel meters gemaakt. En dan kan het best wel een keer zo zijn dat je net even de precisie mist. Nou, uiteindelijk zijn wij nu de gelukkige winnaar, moet ik eerlijk zeggen. Wat levert zo'n spelopvatting van beide ploegen dan toch een heerlijk spektakelstuk op, Dennis? Ja, ik denk dat wat je al zei, neutraal toeschouwer heb genoten. Zij scoren veel, wij scoren veel. En dat misschien nog voor de rust had het misschien ook wel 6-4 kunnen zijn. Hè? En na de rust waren weer veel kansen. Dus ja, zomaar 6-6, 7-6, 8-6 had ook kunnen zijn. En daar zitten wel als trainers niet op te wachten. Hè? Want wij hopen altijd, we gaan altijd van de nul. Maar ik denk dat het bij ons niet kan en bij DVS kan het ook niet. Hè. Wij scoren veel, we krijgen er ook wat tegen. Dat hebben zij hetzelfde. En vandaar dat het voor de neutraal toeschouwer een geweldige wedstrijd was. Ja, bedankt daarvoor, voor die spelopvatting. Bert, jij ook. Graag gedaan, Piet. Ja. Hartstikke mooi, bedankt. Ja. Man of the match was Olivier Pilon. Maar de aangever van vanmiddag en uiteindelijk de bevrijdende 4-2 kwam wel van ene Benjamin de Roumillon. Oh, heerlijk Benjamin. Genoten van deze wedstrijd? Ja, bij vlagen wel. Ik denk we starten heel goed, hè, met die 1-0. Ik denk 20, 30 seconden of zoiets. En dan staat er weer scherp en ik denk dat is ons gevaar. Is die minuut toch een volle druk? Dat was ook assist nummer 1 van jou? Hè? Even kijken. Nee, die was van Berry. Hij kreeg een lange bal, speelde goed. Oh ja, van Berry, ja. Precies, en de 2-0 was goed naar voren gespeeld voor Joran. En Berry hield goed vast, maar hij werd daar getrokken volgens mij. Dat is de rechte penalty. En even kijken, toen gaf ik volgens mij Jazeker. Die assist. Ja. Dat was een goede actie van mij, ik kwam lekker los. En ik behield overzicht. En
die scoorde Olly ook geweldig, moet ik eerlijk zeggen. En dan, en vanaf toen, moet ik eerlijk zeggen, zijn we een beetje gaan inzakken. De linies werden te groot, voorin en achterin. De ruimtes werden te groot op middenveld. Daar hadden we iets makkelijker mee om moeten gaan eigenlijk. Linies kort houden. Maar ik denk, hun kwamen toen volgens mij 2-1 werden toen. Dus toen werden we naar achter gedrukt. En ik denk op de duelkracht, vooral de tweede helft, hebben we deze over de streep getrokken. Zeker. Je hebt het over duelkracht. Want op een gegeven moment zag ik jou zelfs in de verdediging een bal wegkoppen. Kun je dat nog herinneren? En dat vind ik zo ongelooflijk typisch. Dan wil je dus echt gewoon die pot winnen. Ja, de trainer heeft in de rust gezegd, hè, het hoeft niet mooi. We stonden voor en laten we deze overwinning gewoon over de streep trekken. Maakt niet uit hoe. En ik denk, mijn complimenten aan mijn teamgenoten. Van iedereen heeft hard gevochten voor deze overwinning. En dan scoor je nog de 4-2. Dat is helemaal mooi. Was weer een ettertje voor de verdediging, Benjamin. Ja, dankjewel. Zo zie ik het zelf ook elke wedstrijd. Blijf zo doorgaan. Dankjewel, Piet. Oké, bedankt.